Het vissen op karper op groot water is niet altijd even gemakkelijk. Waar zit de vis? Op welke diepte azen ze? Hoe ver uit de kant? Allemaal vragen en onzekerheden die veel karpervissers wel kennen wanneer ze voor het eerst aan zo'n grote plas staan. Het vissen op groot water geeft iets uitdagends en kan, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, soms zeer lonend zijn met de kans op een gewichtige verrassing. Piet Vogel en Henk van Berkel weten als geen ander dat succes op dit soort wateren afhangt van een goede voorbereiding, aangepast materiaal, de weersomstandigheden en vooral de juiste keuze van de stek. Wij volgen deze doorgewinterde karpervissers tijdens een zomerse sessie aan de Sloterplas in Amsterdam. Een gerenommeerd karperwater dat zij als hun broekzak kennen en dat gegeven blijkt van grote waarde. Terwijl er op de rest van de plas slechts een enkele karper wordt gevangen, hebben Piet en Henk de laatste 24 uur beslist geen reden tot klagen gehad. We mogen niet klagen, Piet. Op naar de volgende. Op de achtergrond zie je de Sloterplas, een van de mooiste wateren van Amsterdam. Vaak moeilijk, soms ook niet. We zijn een dagje aan het vissen tot nog toe. We hebben een paar mooie vissen gevangen. De vis springt ook tussen de markers in, achter de markers in. En verwachten er eigenlijk vannacht en morgen nog veel meer van. Veel factoren zijn van invloed op de keuze van een goede stek. Het klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar je kunt nu eenmaal beter een paar uurtjes vissen op een goede stek dan dagen op een stek waar op dat moment geen vis rondzwemt. Soms verraden de karpers hun aanwezigheid door springen of rollen, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak moet je de stekkeuze bepalen zonder deze visuele aanknopingspunten. Ervaring, kennis van het water, weersomstandigheden, tijd van het jaar, allemaal zaken die dan de uiteindelijke keuze van de stek bepalen. Stel die liggen voor de volgende. Groot water is het allerbelangrijkste om de vis eerst te vinden. Het kan zo zijn dat op bepaalde stukken van het water geen vis te vinden is, terwijl er op andere stukken van hetzelfde water de vis massaal aanwezig is. Het kan te maken hebben met wind, maar het kan ook te maken hebben met voedselaanbod of dressuur. Heb je ze eenmaal gevonden, dan is een dieptemeter een goed hulpmiddel om het bodemverloop te bestuderen. Het bodemverloop is heel belangrijk, want waar zwemt die vis? Waar aast die vis? Nou, naar mijn ervaring aast die vis meestal aan de rand van een talud. Aan de rand van een talud is namelijk vaak begroeid met wat mosseltjes. Taluds worden door de vissen ook vaak gebruikt als trekroede. Vandaar dat ze ook dubbel belangrijk zijn. Verder zijn goede plekken plateaus en eventueel zandstranden waar de wind op staat. Wat je op zandstranden ook vaak hebt, is dat er wel gezwommen wordt. En ja, het omwoelen van het zand, dat trekt toch altijd vis aan. Houd het ook altijd in de gaten. Terwijl de zon achter de horizon is verdwenen, wordt het tijd voor een bakkie. Maar of Piet en Henk daaraan toekomen, is de vraag. Want regelmatig rollen er karpers op of net achter de voerplek. De linkerstek ligt precies op een plek waar het talud iets verder uitsteekt. En keer op keer levert dit vis op. Tijd om even rustig te zitten is er nauwelijks. Is dat? Nou, het voelt goed aan. Hij zit natuurlijk over die rand heen, dus het voelt al gauw goed aan, tot je hem over het randje heen hebt. Dat is het kritieke punt altijd hier. Er zit heel veel zuurstof in het water, dus die vis is echt op zijn sterkst nu. Dus ik kijk om de andere kant te kunnen gaan. Je blijft wel toch even dan, hè? Ja, daarom. Hier hoor. Kijk hoor,
staat echt goed strak. Nou, als je over de rand heen. Komt die aan. De vissen zijn zo vroeg in de zomer in topconditie. Het heldere water is nog niet volledig opgewarmd. Er zit borden vol zuurstof. En de karpers knokken voor wat ze waard zijn. Attentie. Dat bedoel ik dus met zuurstof. Nou, een netje eronder. Mooi geweest. Hop. Toppen. Dichtklappen. Ik hoor het net even op een druk. Toppertje. Mooi beetje. Nou, net voor donker. Maar ik wil hopen. Een engeltje. Wat een wereldje. Probeer even. Hij is nog wel gestrest. Niet groot, maar toch vreselijk mooi spiegeltje. En ze blijven maar komen. Koffie weer, hè? Ja, lekker bakje. Je weet wat ze altijd zeggen als je koffie gaat drinken. Ja, dan krijg je een run. Zo. Dan gaat hij weer. Prachtig in het heldere water. Deze vis was ook weer op een cocktail gevangen. Die gaan we er ook weer opmaken. Het is een cocktail van een pinda, een kurkje en een stukje tijgenoot. Een stukje tijgenoot maak ik eigenlijk aan alle kanten, haal ik de harde korst af, dat het goed geur kan afgeven. Die pinda die is eigenlijk voor het drijfvermogen en het kurkje eronder eigenlijk ook nog voor extra drijfvermogen. Dus we gaan even opnieuw maken. Zo. Als we het nu niet verdiend hebben, verdienen we het nooit. Zou het dan nu even tijd zijn om rustig van een welverdiend pakje koffie te genieten? Het lijkt er zo waar even op. Op nou even 5 minuten rust. Nou, het zal wel langer duren. Ik denk dat het niet gestoord heb een beetje. Het is alweer dezelfde hengel die nauwelijks 5 minuten daarvoor weer keurig op zijn plaats was gelegd. De vis duikt meteen de diepte in achter het talud. En Piet en Henk besluiten om de vis voor de zekerheid uit de boot te drillen. De vis, een mooie schub, wordt vakkundig geland onder het toeziend oog van andere karpervissers. En glijdt even later weer zijn welverdiende vrijheid tegemoet. Dat je ook zo'n lamp. Ja. Dat vind ik ook altijd van de pen. Heerlijk. Het blijft zwoel warm. En de volle maan die aan de nachtelijke hemel verschijnt, zorgt voor een prachtig verlicht decor. Maar of deze lichtbron ook goed is voor de bijtlust van de vissen, is maar de vraag. Een vraag die even later snel beantwoord wordt. Ja, dat gaat ie hoor. Jeetje, maar wat een mooie idee. Ik hoop dat het geen malaria mogen zijn. In het licht van de volle maan is de drill goed te volgen. En de vis kan even later, zonder al te veel problemen, naar het net worden gedirigeerd. Oh,
Kopje Piet. In het mandje. Hekkie sluiten. Fantastisch. Weer eentje. Breed erop. Het is een zwaarlijvige spiegel. En Henk en Piet zijn benieuwd naar het gewicht van deze fraaie karper. Wat voor wijze deze? Wat voor wijze? Deze zit gewoon... Net geen 11 kilo zit er net voor. Nou, mooi. Mooi visje, Henk. De vrijheid tegemoet. Nadat de hengel weer secuur is uitgevaren, wordt het tijd om de slaapzak op te zoeken. Maar niet voordat alles nog eens is gecontroleerd. Okay. Voordat we naar bed gaan is het even belangrijk dat je alles even goed organiseert. Want ja, in het donker kun je natuurlijk over alles heen strakelen. Zorg altijd dat je beterunders goed openstaan. En dat er niets voor je voeten ligt, want in het donker zie je niet. Vandaag hebben we een volle maan, dus er is iets meer zicht dan dat er normaal gesproken is. Maar dat is natuurlijk niet altijd en daar hebben we dus ook een hoofdlampje voor. En Henk zal jullie even wat meer over het hoofdlampje vertellen. Nou, dit is toevallig een hele goeie. Deze, tegenwoordig hebben ze leds in plaats van een lampje. Die helemaal regelbaar is van 7 naar 3 leds. Het is heel makkelijk ook met drillen. De vis schrikt er niet zo erg van. En ook het hele grote voordeel van deze is dat de branduren heel lang zijn. Dus je hoeft niet zo vaak je batterijen mee te wisselen. Deze gaat van rond de 340 uren mee. Dus ja, je kan 2 tot 3 weken kan je van deze gebruik maken. Het is echt een toplampje en heel erg belangrijk in de nacht. Zorg dat je hem goed klaar hebt liggen. Dat je meteen kan pakken naar je hengels. Dat je meteen zicht hebt, want het is... Wat Piet al net zegt, het is nu een beetje volle maan, dus wat zicht. Maar het kan pikken donker zijn. En ja, en het is niet leuk als je met je grote teen tegen zijn steun aan loopt. Dus zorg dat je altijd een goede hoofdlamp hebt. Dat is echt belangrijk. Verrassend genoeg gebeurt er niet veel in de nacht. Maar toch moet Henk er tot 2 keer toe uit. Eén vis wordt verspeeld op het taluut, maar de tweede vis blijkt een mooie spiegel te zijn die misschien wel over de 25 pond zwaar is. Gaan we even wegen? Dat is mooi. Zet een vis en dan zakken we hem even, want het is toch wel een mooie vis voor de foto. Het is toch al vrij laat in de nacht, dus over een anderhalf uur is het toch al wel licht. We kunnen er allemaal een plaatje van hem schieten. De 26 pond zware spiegel wordt voorzichtig in een ruime bewaarzak geplaatst om er later in het daglicht wat plaatjes van te schieten. Wat Piet nu aan het doen is hij zorgt ervoor dat de vis goed ruim in de zak ligt. Hij ligt in het begin natuurlijk vrij vlak om hem heen. Maar door het net een beetje uit elkaar te halen, krijgt hij wat meer ruimte. Dan zakt hij zich heel langzaam naar beneden. En voor een paar uurtjes is dat niet erg. Maar doe een vis nooit te lang in een bewaarzak. Ook al is hij nog zo mooi, maak dan maar een foto met een flits. Maar hij moet zo snel mogelijk eigenlijk weer terug. Is dat lukken, Piet? Ja, toppertje. Wat ook heel erg belangrijk is, dat de vis een goede ruime plek heeft onder de kant. Deze kant. Is beneden hol aan de onderkant, dus we weten gewoon dat hij vrij ligt eigenlijk van obstakels. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Hij moet de ruimte hebben. Zak hem ook nooit met heel veel wind op de kant en dan voor je neus naar beneden. En dan komt hij echt tegen de kant aan.
We hebben dus ook een lange stok ook, dat die buiten de schoei inkomt. Dus eigenlijk nergens tegenaan kan komen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Hoe wil ik laten vissen? Ja toch? Is dat prachtig? Heel mooi spier. Morgenstond heeft goud in de mond. En dat blijkt ook deze dag weer. In de nachtelijke uren is het op de linkerstek angstig stil geweest. Maar nu moet Piet weer aan de bak. Al valt het niet mee na een diepe nachtrust. Goed begin van de dag. Heel goed begin van de dag. Prachtige sportvis. Ik ben nog een klein beetje slaperig. Maar zo weer even flink er tegenaan. Hij gaat weer terug. Lekker op je beurt, Piet. Moet je vaak doen. Zeg maar terug. Prachtig. Deze is terug, dan zullen deze ook anders maar zo gaan fotograferen, Henk, met die wind. Kom maar meteen doen. Omdat de wind aardig begint op te zetten, wordt besloten om snel wat plaatjes te maken van de vis van Henk van afgelopen nacht, zodat deze zo snel mogelijk weer terug kan. De verwachting is dat nu het eenmaal weer licht is geworden, de linkerstek weer zal gaan produceren. En snel wordt de hengel weer zorgvuldig tot op de rand van het talud uitgevaren, net naast de marker. Omzichtig wordt het aas secuur neergelegd en gaan er een paar handjes voer bij. Een betere presentatie is nauwelijks denkbaar. En de marker zorgt ervoor dat het aas elke keer weer precies op de goede plek belandt. Markers zijn onmisbaar voor het vissen op groot water. Je hebt hier te maken met steile taluds. Je hebt niveauverschil zomaar op een meter van 3-4 meter. Daar zit je nog met de plateautjes die je graag natuurlijk wil markeren om daarop terug te komen. Dat is gewoon heel belangrijk is een marker dus. Je hebt een paar soorten marker. Je kunt werken met een polyballetje, je hebt een afrolmarkertje en je hebt staafmarkers. Het nadeel van de gewone normale marker, dus de afrolmarker en polyballetjes, dat je gewoon niet echt exact naast je marker kan vissen. Want op het moment dat je een run hebt of dat de vis gewoon lijn neemt, zwemt hij gehaaid dus door het lijntje heen. Nou, dat kun je natuurlijk sowieso voorspellen, kun je daar vissen voor spelen, maar je bent ook meteen je plek kwijt. Nou, vandaar ook dat wij een staafmarker prefereren. Want een staafmarker kun je op allerlei dieptes gebruiken. Als je dieper gaat dan 10 meter, moet je wel zorgen dat je een zwaar stuk lood hebt. Door het lucht wat in de pijp zit, gaat hij anders drijven en dobberen. Dus, nou, het werkt als volgt. Je schroeft hem erop met schroefdraad. Ik zal het even met een metertje demonstreren. Hij staat zo op de bodem. Door de lucht heb je opwaartse druk, dus hij blijft altijd recht staan. Nou, op het moment dat je hiernaast vist, je krijgt nu een aanbeet. En de vis zal dus door de marker heen gaan. Zal de marker altijd meebuigen. De lijn zal vervolgens omhoog schuiven tot die boven is. Bovenuit komen en de marker keert weer gewoon terug naar zijn oude positie. Je bent ten eerste nootje je stek kwijt en je verspeelt geen vis. Een staafmarker kun je op allerlei dieptes gebruiken. Het is heel makkelijk om ze aan elkaar te koppelen. Het kan door middel van schroefdraad. Maar het kan ook door middel van als je dit optromt, gaat die andere eigenlijk in zijn oude maat. Nou, wij doen het graag door middel van schroefdraad. Op dit moment zit ik al aan 3 meter,
Dus, en dat kun je zo doorbreiden tot hoe diep je maar wil. Aan het eind van de staafmarker gebruiken wij een verschuifbaar stuk. Het is makkelijk voor de diepte exact te bepalen. Als dit zo zou staan, kun je dus aan het verstelbare stuk kun je nog een klein beetje corrigeren dat je dus niet een meter marker boven water hebt. Daarboven kun je plaatsen een lampje. Het werkt als volgt. Ook hier schroef je hem er weer op. Hier gaan drie batterijtjes in. 'S Avonds of overdag, je kunt hem eigenlijk altijd laten zitten, plaats je hem erop. Zodra het donker wordt, zorgt deze sensor ervoor dat dit verlicht gaat worden. Nou, dit wordt knalrood en je kunt hem zeker op 300-400 meter afstand kun je hem nog zien. Ja, voor mij is er maar één marker en dat is de staafmarker. Het neerzetten van een staafmarker op diep water moet met enig beleid geschieden. Zeker wanneer deze 8 meter lang is. Je ziet het, het is een heel gevaart achter je aan. Je kunt hem zelf fabriceren van gewoon van PVC-pijp. Kun je kopen bij elke bouwmarkt. Die kun je optrompen, in elkaar schuiven, een tapeje eromheen. De werking is hetzelfde, zolang je maar niet gaat werken met busjes aan de buitenkant. Want dat kan je dus je lijn tegenhouden met eroverheen schuiven. Het moet wel een vlakke marker zijn. Je kunt hem ook kopen kant en klaar in de goede gespecialiseerde karpenwinkel. We zijn er zat in Nederland dus. We gaan hem even netjes neerzetten. Staat hij? Hij staat wat hoog, maar in principe is dat niet erg. Kijk, het is een mooi vlak stuk. En als je dan voorbij de marker gaat, dan zal je zien dat hij afloopt naar 11 meter. Kijk, daar gaat hij. Zelfs 12. Dan kun je ook heel mooi de veenplaten zien. Hier kan je ook heel mooi zien hoe mooi die oploopt bij de marker. We zitten nu vlak naast de marker. Nou, ik kom vanaf 14 meter. Inmiddels zit ik op 6,7. Dus we hebben de oude plek weer gevonden. We gaan gauw uitvaren, want ik wil toch nog wel een paar visjes vangen eigenlijk. Daar zijn we hier voor. Ja. Nou, die marker in beeld. Kijk hem. Dat is wel een. De rand van het talud is meestal een plek waar karpers graag komen. Maar wel een riskante plek om te vissen. Ja. Zelfs wanneer je met een lange voorslag vist. Nee, los. Ook dat gebeurt wel eens. Ik denk zelfs het talud inderdaad. Ja. Boven de voorslag dus. Finaal door midden. Helaas, we gaan hem weer optuigen. Plaatsing van het aas dient op dit soort taluds zeer secuur te geschieden. En daarom vaart Piet de hengels uit, ook al liggen de markers op werpafstand. Het uitvaren van de lijnen, dat is eigenlijk, je kunt dit ook gooien, maar omdat wij gewoon precies op die rand willen liggen, varen we toch liever uit hier. En het uitvaren doe ik het allerliefst in mijn eentje, want ik leg hem dan het makkelijkste neer. En kijk, ik vind altijd als je met z'n tweeën uitvaart, dan kost je tenminste ten eerste al veel tijd. En ten tweede is het toch nooit helemaal lekker zoals jij dat wil als je in de boot zit. Je hoort mensen heel vaak schreeuwen van los en laat nog even wat lijn. Daarom doe het gewoon alleen. Op deze manier, als je dit aanwendt, wil je nooit anders meer. Een hengel neem je mee in de boot, je legt hem direct zo meteen naast de marker neer en je vaart gewoon keurig netjes terug naar de plek die je ziet. Je kijkt niet meer achterom, je kijkt alleen maar naar de plek waar je toe moet. En dan vaar je hem dus in een strakke lijn. Hoop aan het leven. Ja. We houden toch vrij veel voer weer in. Omdat we gewoon willen dat we overdag die aanbeten houden zoals het tot nog toe gaat. Ik heb het idee dat als je steeds een beetje voer erin gooit, dat je dan een beetje te plekken houdt. Nou, kijk, ik leg hem een metertje naast mijn marker neer. Nu het bodem. Til hem iets op dat mijn onderlijn goed legt.
En we varen hem terug. Eerst een stukje even met een bochtje, maar dat corrigeer je zo meteen door gewoon je vinger op de spoel te houden. Kijk, prachtig mooi strak legt hij weer. Nou, dan kijken we alleen maar naar het punt waar je naartoe moet. Ja, we varen hem uit met de open beugel, dus niet door de B-drunner heen. Want als je de B-drunner gebruikt voor het uitvaren, dan zit je dus echt met een kink on the line en daar word je echt niet vrolijk van. Dus wij prefereren altijd op die manier. Je ziet, het gaat heel simpel. Je laat hem gewoon over je spoelrand lopen. Vingertje haal je erop. Nou. We kijken alleen maar naar het punt waar we naartoe moeten. En de enige waar je dan je collega met dit soort wallenkanten voor nodig hebt, dat hij hem even aanpakt. Alsjeblieft. Thank you. Gebeuren, Henk, hè, onder het eten. Denk je? Nou, meestal wel. Ik zal eens niet springen. Het wordt langzaam tijd voor een caloriearm ontbijtje. En ja, Henk weet daar wel raad mee. Zouden de karpers ook zo'n trek hebben? Piet is er haast van overtuigd. Ik verwacht er heel veel van nog. Ja, gisteren was precies hetzelfde weertype. De wind staat zelfs nu nog iets mooier. En ja, ik denk dat het zo weer gaat beginnen. We hebben net wel redelijk wat gevoerd, dus het moet even op gang komen. Maar ik verwacht zeker nog wel een paar mooie aanbeten, hoor. Maar ja, het blijft vissen natuurlijk. Het kan niet altijd goed gaan. Het is de laatste twee dagen gaat het echt heel erg goed. Maar het is niet gewoon een versloten plastic. Het zijn maar een paar weken per jaar dat je dit kan treffen. Ja, en dan moet je gewoon heel veel geluk hebben dat je op de juiste tijd op de juiste plaats bent. En dat zijn wij. Terwijl Piet zich even opfrist, heeft Henk alle tijd om de zomerse omgeving te bekijken die langzaam maar zeker tot leven komt. Maar een snoeiharde fluiter verstoort zijn dromen. En mijn collega's net even weg douchen. Dus gaan we even kijken of we van de kant kunnen drillen. En als ik het taluut voel, ga ik toch de boot in. Ja, het is even moeilijk in je eentje. De stuurkruppel zit nou ergens. Wat niemand komt te weten. En dan is het redelijk om te manoeuvreren. Dan kun je op je eentje een vis drillen. Maar hij heeft vrij veel water onder hem. Dus hij kan heel in de diepte in. Daarom zijn ze zo sterk. Als je veel water onder je hebt, kan hij een vluchtweg zoeken. Als het ondiep is, kan hij helemaal alleen zijn rest kan hij dan alleen maar. En dan heb je hem vrij gauw binnen. Maar hier is hij toch een meter of 19. Hè? Oh, dat is even jammer. Dat kan ook wel eens gebeuren. Een mooie vis. Het is een hele mooie vis. Ver over in de 20. Ja, even te veel mee gespeeld, denk ik. We hebben dus dat zo geprobeerd. Maar zo zie je, als je dus te veel spanning dan op de vis krijgt, want je boot drijft af. Je krijgt heel veel spanning op je vis. Want dit was natuurlijk een vrij zware vis. En ja, er komt heel veel kracht op die haak te staan. Dus als je zoiets drilt, altijd om de vis heen, wind in je rug en dan drijf je naar de vis toe. Dan heb je gewoon 100% meer kans dat je hem dus landt. Volgende keer gaan we het dus goed doen. Om tijd te besparen, heb ik even de haak gecontroleerd. Hij is nog scherp, dus ja, we gooien hem meteen weer op zijn plekje. Er ligt nog zat voedsel, er is genoeg gevoerd.
En dan kunnen we meteen weer van start. Hengels op de steunen. En even wachten weer. En die karpers pakken dat aasje gewoon weer? Die pakken het gewoon weer. Ik til hem altijd nog een klein stukje op. Dan ligt hij gewoon goed. Probeer daar als karper maar eens vanaf te blijven. We vissen twee hengels met bodies, twee hengels met particles. En dan wil ik jullie meteen even vertellen waarom. Een particle, de pinda, wordt de laatste tijd heel weinig gebruikt hier. En wij weten gewoon uit ervaring dat in de maanden mei, begin juli, de vis geweldig aast op tijgernoten en pinda's. Het is gewoon een voortreffelijke aast. Dat doet ze er gewoon heel erg goed op. Wat wel heel erg belangrijk is, dat je de tijgernoten en de pinda's heel goed weet. En vooral het koken is heel erg belangrijk. Vooral bij de pinda's. Er zit namelijk blauwzuur in. En dat moet er echt uit. Je moet zeker 10 tot 15 minuten moet je dat zeker goed koken. We vissen de hengels dan twee pop-up. Met een mixie van een tijgernoot en een pinda. Wat we ook tegenkomen is dat je ook wat nieuwere vis vangt. Echt vissen dat je zegt, nou die heb ik in of in jaren niet gezien. Of die heb ik nog nooit gezien. Het lijkt me alsof ze toch een bepaalde voedselvoorkeur hebben. Er wordt natuurlijk druk bevist hier op dit water. Dat ze toch geneigd zijn om toch wat zevere aansoorten te gaan nemen. En dat zien we dus eigenlijk de laatste tijd veel meer terugkomen. Dat je gewoon nieuwe vissen vangt en de toch wat grotere vissen. Op de andere twee hengels vissen we met boilies. Wij vissen met de zogenaamde vriezenbeet. Je hebt de normale boilies, daar zit een conserveringsmiddel in. En toch, de vis went daar toch wel gauw aan. Vooral op druk beviste wateren. En wij zijn de laatste tijd met vriezenbeets gaan vissen. Het is gewoon een goede, normale mix. Eigenlijk zonder conserveringsmiddelen. Het enige nadeel van een vriezenbeet is wel dat je ze dus niet te lang kan bewaren. Vooral niet in vochtig weer. Daarvoor zijn eigenlijk ook deze dry airbags uitgevonden. Vooral het is hier nu vrij zonnig. Dat de wind echt doorheen kan waaien. En dus alle vocht uit de bodies gehaald worden. En het is eigenlijk net zoals met de particles, de vriezenbeet. De vissen zijn er niet echt aan gewend. Aan het, zeg maar, het conserveringsvrije middel. En ja, we krijgen toch ook weer op de vriezenbeet gewoon mooie vissen en de nieuwere vissen weer. Ja, en zolang dat werkt, ik zeg altijd maar, nieuw aas is nieuwe vissen. Op wat voor water je ook vist, probeer eens wat anders. Probeer eens anders te vissen dan een ander. En probeer eens met vriezenbeet. Ze zijn heel lang goed te houden, zolang je ze maar eens een dry airbag bewaart. Is het vochtig, hang je ze gewoon in je tent. Is het droog weer, hang ze in een schaduwrijk plekje waar echt de wind doorheen kan blazen. En dan kan je gewoon 3, 4, 5 een week vissen. Zonder dat ze eigenlijk gaan schimmelen. Want echt alle vocht is uit de boilies. En als er geen vocht is, kan het ook niet schimmelen. Wat ook nog kan, is in plaats van met groundbait te vissen, dus gewoon je aas op de bodem, is met een pop-up je vissen. Tegenwoordig heb je hele mooie fluo pop-ups. Dat is eigenlijk, als je denkt, nou, er kan een beetje rotje op de bodem liggen of een beetje zachte bodem, dat je een mooie presentatie krijgt net boven de bodem. Dat de karper gewoon het aas wat makkelijker op kan nemen. Het is niet zo dat de karper geen groundbait zal pakken, dat doet hij gerust wel, want is hij gewoon gewend. Maar het is net even de finishing touch van zo'n klein pop-upje, dat hij er net even overheen kan schuiven. En dan kan je met een klein pop-upje kan je net even over de streep trekken. Laat hem even lekker een stukje gaan in de hoop dat hij omhoog komt. Dat hij over de rand van Toluut gaat. Nou, hij heeft gewoon zin zelf ook niet. Hoe effectief zo'n pop-up presentatie kan zijn, zeker overdag, ondervindt Piet wanneer hij okselfris Henk is komen aflossen. Ook deze vis komt achter het taluut vast te zitten. En Piet zet daarom niet te veel druk in de hoop dat de vis zelf vrij bent. Nu laat ik hem dus niet gaan, nu niet zelf.
Dat lukt ook dit keer weer, onder toeziend oog van een groeiend aantal belangstellenden. In het heldere water is prachtig te volgen hoe de vis verwoede pogingen doet om te ontkomen. Maar de soepel werkende slip en parabolische actie van de hengel vangen alle vluchtpogingen van deze sterke vis moeiteloos op. Joppie! Yes! Jongen, wat is dit mooi, jongens? Even knijpen. Even knijpen hoor, want ik denk dat hij hoog in de 20 ligt. Hoog in de 20. Ja. 26? 26. Goed, netje weg, Koentje. Even een shotje van de vis, dan gaat hij weer terug. Nou, het resultaat van een prachtige, perfecte drill. Een mooie donkere spiegel. Henk had het er al over, donkere spiegels op helder water. Nou ja, je ziet het. En midden op de dag? Super vis, midden overdag. En ja, nogmaals, we hebben het al meer gezegd, het houdt niet op. We zitten echt in een schaal vis. Ja, zolang wij doorgaan, gaan hun ook door. Resultaat van de juiste stek, het juiste aas en een perfect werkende rig. Ik wil de onderlijn waarmee we deze sessie vissen even beschrijven en toelichten hoe je het beste kan maken. Laat ik beginnen om te vertellen wat het voor onderlijn is. Het is eigenlijk een hingelink, dat wil zeggen een stijve achterkant, soepel tussenstukje en een lange, een verlengde steel, zeg maar, een verlengde steel van de haak. Die verlengde steel is nodig om een soort benthoek te creëren, maar op het moment dat we aan het drillen zijn, kan hij weer alle kanten op. Dus heb je dus weinig last van en losgieters en beschadiging aan de bek. Dit is hem. Deze rig wordt gemaakt van Green Hornet en van PB Products. Het is een stijve mantel met een soepele kern. We knippen daar een stukje van, wat ongeveer 35 centimeter is. En we strippen er 16 centimeter vanaf. Het gaat heel gemakkelijk. Dan hou je een heel mooi soepel onderlijntje over. Nou, dan beginnen we met een gewoon lusje, wat we ook bij een normale herrik gebruiken. Zo, stap 1. Stap 2. We gebruiken een medium long shank haak. We kunnen gebruiken de Hayabusa H1. Persoonlijk vind ik dat een hele mooie haak. Maar je kunt er ook voor gebruiken de Incisor of de Intruder van PB. Ook een hele mooie haak. Ik knoop hem nu dus met de Hayabusa H1. Ik hou de her vrij lang, want ik vind het prettig om tussen de onderkant van de haak en de boilie minimaal een centimeter ruimte te hebben. We pakken nu een klein stukje ESP stiftrigger. Dan stoppen we door het oog van de haak en laten we gelijk langs de steel meelopen. Heel simpel. Dan gaan we wikkelen, de Nautilus, maar dat doen we eigenlijk van een andere kant af dan dat we normaal doen. We wikkelen hem deze kant op. Een keer of 8 is genoeg. Dan voeren we weer terug door het oog van buiten naar binnen. Dit is om het aligner effect te creëren. Als je hem dan goed gemaakt hebt, komt hij dus aan de binnenkant, naar je oog komt hij eruit.
Dan nemen we een stukje krimpkous, 1,6 mm. En dat knippen we op een lengte van 3,5 cm. Schuif het stukje krimpkous over de haak heen. Zo. We knippen het restantje stiffrigger even weg. Nu blijkt dus dat ik het tussenstukje wat ik wilde creëren, dus dat ik net te kort ben, helemaal geen probleem. Je haalt hem even terug. Je stript nog een stukje los, schuift het tegen het oog van de haak aan en je doet het opnieuw. Zo hoef je dus nooit bang te zijn dat je te kort hebt. Kijk, je hebt nu een heel mooi klein scharnierpuntje gecreëerd. Nou, dat stukje stiffrig wat we hebben meegevlochten, dat is eigenlijk alleen maar om volume te geven aan je krimpkous. Heb je dit er niet in, dan wordt dit erg slap. Dus op het moment dat je een vis gedrild hebt of dat je hem even, ja, even aan de hengeltop hebt hangen, of aan je oog hebt hangen, dan gaat dit al van zijn vorm af. Maar dat stukje stiffrig, dat zorgt dus dat je stijfheid krijgt erin. Nou, de volgende stap is eigenlijk om dit geheel te krimpen, maar voordat we dat gaan doen, zet ik er eerst een wartel aan. We gaan de wartel bevestigen met de zogenaamde driekamerknoop. De lengte van de onderlijn is 16 cm vanaf het einde van de krimpkous tot het begin van het eerste knoopje. Gaan we nu nog even de driekamerknoop doen, stap voor stap. We beginnen met een platte knoop. En zorgen dat het knoopgedeelte aan je lichaam is. Als je bovenop de knoop kijkt, zie je dat die onderuit de knoop komt. We schuiven een warteltje op het eindstukje. En ik ga vervolgens ook weer onderin het knoopje terug omhoog. Vervolgens trekken we hem onder het hoofdlijntje door. En kunnen nu met deze hand de driekamerknoop afstellen. Goed, ik wil zo'n groot lusje wil ik hebben. Nou, dan pak ik het lusje meteen in één keer met de buitenring vast. Het korte stukje kun je vervolgens met je andere hand heel makkelijk bovenin de eerste kamer planten, onder de tweede door en de derde uit. Dan pak je hem vast in één keer en waar je hem vastpakt, zo groot wordt hij ook. En we hebben de driekamerknoop. De reden waarom we de wartel erop zetten met een driekamerknoop met een lusje is om een scharnierpunt te creëren aan de achterkant van de rig. Als dit niet zou gebeuren, zou je te veel stijfheid in het achterstuk hebben, waardoor de rig dus moeilijker naar binnen zou gaan. Nu heb je dus eigenlijk een rig met twee scharnierpunten, zowel aan de wartel als aan de voorkant. Voor mij op dit moment de ideale rig. Een andere goede en effectieve onderlijn die simpel te maken is, is de zogenaamde standaard boilie onderlijn. Het voordeel van deze onderlijn is dat de her makkelijk op lengte te maken is en dat hij heel goede draai-eigenschappen heeft. Ik zal hem nu stap voor stap gaan maken. We nemen een stuk gevlochten onderlijn van ongeveer 35 centimeter. Aan het einde van één kant maken we daar een lusje. Dat is voor de her. Voor je boilie stoppertje in te doen. Maak het niet te klein, want dan maak je eigenlijk het alleen maar moeilijk. Maak lekker een ruim lusje. We gaan met de gevlochten lijn van achteren naar voren door het haakoog heen. We stellen de her op de lengte die we willen hebben. Vervolgens wikkelen we de onderlijn netjes langs de steel tot aan de punt van de haak.
Hou hem vervolgens goed vast. En ga met de gevlochten lijn weer van achteren naar voren. Door het oog. En trek hem keurig netjes aan. Een goede controle van deze rig is dat je met de onderlijn naar de binnenkant uitkomt. Kom je aan de buitenkant uit, dan zou je dus overdreven zo komen te staan en dan is die niet goed. Dan moet je overnieuw. De lengte van de standaard boilie onderlijn is altijd zo rond de 20 centimeter. Natuurlijk maken we altijd gebruik van een safe load systeem, waarbij de vis bij een eventuele lijnbreuk het lood makkelijk kwijt kan. Het mooie weer zorgt voor heel wat drukte aan de waterkant en op de voerstek, waar de tijgernoten en pinda's de aandacht trekken van een hongerige karper. Dit keer besluit Piet voor de zekerheid de boot in te gaan. De elektromotor brengt hem snel boven de vis, net achter de marker. De vis duikt keer op keer de diepte in. En Piet heeft alle moeite om de dril onder controle te houden. Kijk, vind er een bij. Hier ben ik gisteren ook uit. Kijk, hij zwemt er gewoon naast zijn maatje. Oh, wat waagt hier. De vis weet van geen ophouden. En elke keer wanneer Piet de vis vanuit de diepte omhoog pompt, rost deze weer net zo makkelijk terug. Na 5 minuten lijkt het dus pan klaar voor het scheppen te liggen. Maar dat is schijn. Het was met moeite hoor. Ik weet wat je dacht. Oh. Mooi? Echt te martel. Oh. Prachtig vis. Beste. Ja, dit was het even. Jongen, jongen, jongen. Zweten? Ja. Ging niet lekker. Die wind staat ook, die duwde me er vanaf en ik heb te weinig accuvermogen. Dus alles staat even tegen, maar hij is gelukt. Dus ja, het zijn nu achter elkaar de spiegels die komen. Sterke vissen. Oh. Nou, ik ben toch veel in Frankrijk geweest. Ik heb vreselijk mooie vissen gevangen, maar op dit moment, ik denk niet dat ik ooit sterkere trop heb gekregen als deze vissen. Jongen. Je kon heel mooi zien tijdens de drill. Dat je, als je dus vanuit een boot drilt, dat je dus niet een hele snelle hengel moet hebben. Je kunt het beste zo een medium getaperde hengel hebben. En zo 2-3 kwart heb je eigenlijk genoeg aan. Kun je mee in Nederland vissen, kun je mee in Frankrijk vissen. Persoonlijk, ik hou niet van die poken. Ik vind dit heerlijke stokken.
ja, die actie van deze hengel die vangt gewoon heel veel op. Dus je kunt met je slip kun je gewoon ja, lekker spelen, zeg maar. En super. Ja, het is natuurlijk een mooi plaatje. Iedereen kijkt naar zijn hengel die mooi krom staat. Dat is het eerste wat we doen allemaal. Maar deze die hing erom, hoor. Oh, jongen. Ik ben benieuwd wat die weegt. Ik wil eerst zelf kijken. Nee hoor, dat valt heel erg tegen. Hij zit op 23 pond. Hij heeft de lengte wel. Maar dat geeft niet. Maar hoe sterk zat? Het was top, jongen. Top. Kijk, allemaal mooie kleine schubbetjes. Dan een aparte vis. Ja, geen hoogte. Hij heeft echt die lengte wel. Maar die andere had mooi die hoogte. Oké, okay, jongens, hij droogt snel op, dus ik wil hem eigenlijk het liefste terug hebben. Deze heeft echt alles gegeven. Wat een sessie. Oh. Ah, even een werkeltje. Daar is hij weer. Ik ben blij dat je weer terug bent, jongen. Ik zit er echt helemaal doorheen. In de laatste anderhalf uur heb ik 24 plus spiegels gevangen. En de een nog mooier dan de andere. Ongelooflijk wat er gebeurt, jongen. We hebben ze echt helemaal vast. Ik denk dat jij nu even moet gaan overnemen. En ik denk dat je het best even kan gaan voeren weer. Want ik gooi er even een break in. Ik heb last van reuma, maar die hengels moeten het water in. Goed, Henk. Even voeren. Ze zijn om te vissen en niet om te gaan zitten hier. Nee, maar ik heb het even gehad, hoor. Gewoon juist de tent in en vaar ik ze er naartoe. Goed, jongen. Zo. Moet goed zijn. Omdat je op groot water vist, is het toch wel belangrijk, want de wind kan natuurlijk vrij snel opkomen zetten, dat je een goede stabiele boot hebt. In dit geval de Zodiac. Een goede zware elektromotor, 52 pons. Een goed net, in dit geval een inklapbaar net, dat je dus niet altijd compleet hoeft mee te nemen. Ben je bij de vis, kan je hem uitvouwen, dus in je eentje kan je gewoon een vis landen. Een zware accu, dat kan eigenlijk ook hier niet mis meer gaan. Nu netjes zakken. Nadat Henk heeft bijgevoerd, is het wachten op de volgende aanbeet. Maar veel tijd om zijn zonden te overdenken krijgt hij niet. Schubjes, Piet. Maar ik was hier zelf ook niet. Ook deze vis vecht voor wat hij waard is. Ik heb mijn collega zitten even weer douchen. We gaan even kijken. We hebben een kant kunnen drillen. Als ik het al niet voel, pak ik op de boot in. Dat is wel helemaal zie. Onder de kant laat de karper zich nog eens van zijn sterkst zien voordat hij in het grote landingsnet verdwijnt. En dat werd tijd ook, want de haren schiet Pardoes uit zijn bek. Kom maar. Ja, hengel weg, kijk het net al. Is
verschrikkelijk mooi vis. Gaan even snel wegen en ik kan niet meer snel terug ook. Twaalf en een half kilo. 25 pond. Dat wel dacht ik. 25 pond, maar super sterk. Ja, deze kant op draaien. Hele mooie kleur weer. Lekker van chocolade. Zou hem haast opvreten. Dan gaat hij weer terug. Waar hij hoort. De zon is vrij heet, dus hij gaat snel weer terug. Het kan niet stuk deze sessie. De laatste 10 vissen zijn stuk voor stuk prachtige spiegels van dik in de 20 pond. En als klap op de vuurpijl weet Piet ook nog eens in het laatste zonnetje een prachtige, hooggebouwde dertiger te vangen, die duidelijk niet van het voer kon afblijven. Nou, het is dan toch gelukt. We hebben er erg veel werk van gemaakt. We hebben veel pinda's hebben gestort. Uiteraard gekookt, heel belangrijk namelijk. En je ziet het, deze reus heeft er heel wat van gegeten. Ik denk dat het een fantastisch mooie vis is. Als je naar zijn bek kijkt, zie je ook dat hij weinig gevangen is. Het is dus echt een van de mooiere sloten plasvissen. Ja, ik ben er heel blij mee eigenlijk. Natuurlijk prachtig om dit te vangen. En vooral nog met een cameraploeg erbij. We gaan het proberen. Ah. Als er een beetje water op me gooien, dat het nog mooier wordt. Hoe zwaar is die? Deze vis weegt 32 pond. Ik moet eerlijk zeggen, ik begin het al aardig te voelen. Prachtige vis. Even voor de dikte. Echt een super vis. Het heeft me zeker 5 minuten echt keihard vechten gekost om eruit te krijgen. Ik ben er ook echt apetrots op. Al met al een onvergetelijke sessie die nog maar eens aantoont hoe mooi en lonend het vissen op groot water kan zijn wanneer alles meezit. In deze reportage volgen we André Akkermans tijdens een sessie op een zeer druk bevist karperwater onder de rook van Brussel. De karpers kennen op dit soort wateren en zeker op deze fraaie parkvijver zo langzamerhand wel het klappen van de zweep en laten zich niet zo makkelijk meer vangen met traditionele boilie technieken. Maar André zal laten zien dat een andere aanpak, een andere manier van vissen, maar vooral een andere manier van voeren, de dressuur kan doorbreken en voor een opleving van de vangsten kan zorgen. De omstandigheden zien er voor vandaag goed uit. Het heeft na een lange, hete periode de hele nacht geregend. Maar nu begint het langzaam wat lichter te worden, al dreigen er nog dikke buien aan de horizon. Er waait inmiddels een lekker briesje over het water richting de hoek van de plas waar André zijn zinnen op heeft gezet. André heeft er dan ook alle vertrouwen in.
En aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ik sta momenteel in België, vlakbij Brussel, Tervuren om precies te zijn. Wij staan aan de oevers van een schitterend water, wat deel uitmaakt van een watercomplex in een groot park. In dit water mag karper gevist worden, hetgeen we straks ook zullen merken aan de dressuur die hier heerst. Zoals je kunt zien zijn er al verschillende vissers begonnen en het zal vandaag nog wat drukker worden. Wat de weersomstandigheden betreft hebben we werkelijk geluk. We zitten nu begin augustus, het is een hele periode ontzettend warm geweest. En vandaag is de eerste dag dat het echt bewolkt is en dat het wel regenachtig is. Dus ik verwacht er eerlijk gezegd wel iets van vandaag. Terwijl het om hem heen steeds drukker begint te worden, neemt André eerst rustig de tijd om het water secuur uit te peilen. Hij weet als geen ander dat een stukje harde bodem een groot verschil kan uitmaken in de vangsten. De plas is vrij ondiep met een behoorlijk zachte bodem waar het lood en erger nog het aas in weg kan zakken en daardoor moeilijk te vinden kan zijn voor de karper. André legt het plan voor vandaag uit. Ik ga vandaag spotten. Spot is eigenlijk een Engelse manier van vissen. Dus spot is een Engelse term. Die wordt gebruikt voor het vissen. Feitelijk is het niet meer en minder dan vissen met een baitrocket. Dat betekent dus dat we op een grote afstand gaan voeren met kleine aas. Zoals bijvoorbeeld pellets en hennep. Als we het water hier pakken, dan kunnen we eigenlijk zien dat de meeste mensen vissen op een afstand niet verder dan 20, misschien 25 meter uit de kant. Dus eigenlijk katapultafstand. Dus ik denk dat we vandaag dressuur doorbrekend zullen zijn door een grote voerplaats te maken op 60, 70 meter. Wat ik nu aan het doen ben is aan het peilen. Ik ben aan het zoeken naar een geschikte plaats waar ik straks kan gaan vissen. In principe heb ik hem gevonden op een afstand van 60 meter. Wat ik zo meteen doe, als ik echt de perfecte plaats gevonden heb, is de dobber laten liggen. Dus ik markeer mijn plaats als het ware met mijn dobber. Ik pak mijn andere hengels, die gooi ik daarbij. Later breng ik dan zeg maar een markering aan zodat ik constant op dezelfde plaats kan gooien. En voorlopig gebruik ik mijn markerdobber om heel gericht bij te kunnen voeren. Dus hij moet zijn diensten nog gaan bewijzen. De grote grap van het spotten, dus eigenlijk het grote grap van het vissen met een voerkorenvis, dat we in tegenstelling tot met bodies heel veel kleine aas kunnen brengen. Het voordeel daarvan is, daar zit hier heel veel vis. Dus we gaan eigenlijk proberen om enorm veel voedzaamheid op te wekken bij de vissen. Dus dat er eigenlijk straks een ware concurrentieslag gaat plaatsvinden voor de bodies die wij erin gaan gooien. Dus we gaan wel bodies als aas gebruiken op de haak. We gooien wat bodies door het voer heen. Maar met name is straks de kracht van deze manier van vissen, veel aas brengen, veel vis op de plaats krijgen en proberen veel actie te creëren. Secuur peilt André de stek uit en vindt uiteindelijk een redelijk harde plek op zo'n 60 meter uit de kant. En laat daar de pijldobber als markering staan. Tijd om het voer te gaan klaarmaken. Ik ga nu het voer klaarmaken wat ik vandaag ga gebruiken voor het spotten. De voornaamste ingrediënten eigenlijk voor het voer wat ik ga gebruiken om eigenlijk die voedzaamheid te creëren waar we het er straks over hadden, zijn pellets. Dit zijn gewoon kleine vispellets, heel rijk aan olie. Het duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten voordat ze oplossen. En ze geven een enorm spoor af in het water. Daar pakken we een emmer van. Als tweede hoofdingrediënt hennep.
Deze hennep die heb ik gisteravond klaargemaakt. Heel veel mensen hebben toch problemen met het klaarmaken van hennep. Eigenlijk is het het allersimpelste wat er is. Je neemt gewoon een ruime pan. Daar gaat gewoon een hoeveelheid hennep in. Zorg dat die hennep goed onder water staat. Breng het water rustig aan de kook. En als het water eenmaal kookt, laat het gewoon op een zacht vuurtje ongeveer 20, 25 minuten koken tot de eerste kiemen komen. Dan het gas eraf. Zorg dat er genoeg water op blijft staan. Deksel op de pan. En de hennep doet de rest. Deze hennep is te nat. Dus ik neem een behoorlijk hoeveelheid hennep. En dan komt de emmertje er goed van pas. Dan laten we dus het grootste water even aflopen zo. Het probleem is op het moment dat we dus... Het probleem wat we kunnen krijgen is op het moment dat we deze hennep gelijk bij de pellets doen, is dat de pellets eigenlijk al oplossen in de voerbak. En dat is iets wat we niet willen hebben. Het derde ingrediënt. Een paar blikjes mais. Daar kunnen we eigenlijk hetzelfde mee doen. Drie blikjes is voldoende op deze hoeveelheid. Ik denk dat we, als we alles bij elkaar doen, 2,5 kilo pellet, een 2,5 kilo gekookte hennep, dan nog drie blikjes maïs erbij en een zakje bolies. Dan hebben we een aardig feestpakket, een aardige feestdis voor de jongens. Maar feitelijk vrij simpele bolies, vismeel, robinet. Robinet trouwens is een vogelvoer wat eigenlijk in Engeland gebruikt wordt voor de kanaries, rode kleuren. En ik gebruik het in de bolies in een dosering van 10%. Mooi. En dit mengen we gewoon heel simpel met elkaar. Nou, als dit geen karper aantrekt, dan eigenlijk alles wat de karper lekker vindt zit erin. Vismeelpellets, vismeelbodies, hennep en zachte mais. Kortom, hier moet het mee gebeuren vandaag. Wat zijn we nu aan het doen, André? Ik ben nu met de beetrocket aan het voeren. Nu komt ook de markerdobber heel goed van pas, die er straks op laten liggen. Dus wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, is eigenlijk de juiste afstand vinden. Dus ik gooi gewoon een aantal spots, dus beetrockets, gevulde beetrockets naar mijn dobber. Tot ik eigenlijk precies naast mijn dobber terecht kom. Daarna gooi ik mijn lijn in de clip. Wat ik dan doe, is... Ik ga natuurlijk beginnen met eerst een voerplaats te maken. Daarvoor gebruik ik een twintigtal gevulde. Dus eigenlijk om een bedje te maken. Daarna ga ik mijn hengels in orde maken. Ik voer weer een keer bij. En feitelijk moet dan de stek in eerste instantie al voldoende van voer
voorzien zijn om de eerste vissen op te kunnen vangen. En dan is het eigenlijk een kwestie van kijken wat er gebeurt. Dus aan de hand van de runs bijvoeren. Maar nu is het gewoon heel erg voornaam dat ik gewoon een plaats maak. Zeg maar een begin, een startpunt maak voor de rest van de dag. Dus ik had er net gezien dat ik iets te ver lag. Dus deze gaat in. Gooi hem strak bij, probeer hem zo strak mogelijk bij de dobber te gooien. En ik gooi mijn lijn achter de clip. Wat dus betekent dat elke volgende worp exact op dezelfde plaats terechtkomt. Hij zou iets korter mogen. Dus iets korter, dus ik gooi een paar slagen op de molen. En ik haal eenvoudig de lijn achter de clip. Dat is alles. Waar je wel goed op moet letten bij een spot is, zo meteen kunt wel zien als die spot binnen is. Zo'n spot is altijd voorzien van een rode neus. Dat is niet zomaar. In die rode neus zit heel vaak materiaal in wat drijft. Dus op het moment dat die spot het water raakt, zal die kantelen. En die rode neus komt naar boven toe. Dus feitelijk krijgen we, hij raakt zeg maar het water. Door de gaten loopt hij leeg. De rode neus komt naar boven toe. En is voor ons gelijk een teken dat we de spot terug binnen kunnen draaien. Spot na spot verdwijnt richting voerstek, die gemarkeerd wordt door de pijldobber. De lijnclip zorgt ervoor dat elke spot precies op de stek belandt. En langzaam maar zeker begint de tafel gedekt te worden. En is het aan de kuipers om aan te schuiven. Naast André is een vriend van hem ook aan het voeren, maar op een heel andere, minder subtiele manier. Het vissen op karper met de vaste hengel en zwaar topelastiek is hier erg populair aan het worden. Al denkt vriend Zwaan het zijne van. Ondertussen gaat André rustig door met het verder klaarmaken van zijn materiaal. In de wetenschap dat de voerplek toch even tijd nodig heeft om aan te slaan. En hoe meer karpers er ongestoord aan het azen zijn voor er daadwerkelijk gevist wordt, hoe groter de kans wordt om meerdere karpers kort na elkaar te vangen. Geduld is zeker bij deze manier van vissen een schone zaak. Naast André worden al de eerste karpers gevangen. Maar het noodzakelijk gebruik van een onthaakmat is helaas nog niet bij alle karpervissers doorgedrongen. Voordat André daadwerkelijk begint met vissen, voert hij nog een aantal spots bij. Regelmatig de voerstek blijven voorzien van kleine hoeveelheden voer is net als bij de wedstrijdvisserij op witvis de sleutel tot succes bij deze niet alledaagse manier van karpervissen. Indien toegestaan kun je natuurlijk ook met een rubberbootje een voerplek op afstand maken, maar het effect is beslist niet hetzelfde. Ja, je zou inderdaad met een rubberbootje aan de gang kunnen gaan. Maar het effect is niet hetzelfde, absoluut niet. Het probleem met de rubberboot is, of het probleem is misschien verkeerd gezegd. Met de rubberboot ben je geneigd om een emmer voer mee te nemen en die emmer in één keer overboord te kappen. Wat wij gaan doen is met die spot, is diezelfde emmer voer gebruiken, maar die brengen we constant in kleine hoeveelheden. Dus wat er gebeurt is eigenlijk, we krijgen hetzelfde effect wat de wedstrijdvisser wil teweeg brengen. Dat is constant voeren. Met kleine hoeveelheden. Dus we trekken op zich heel veel vis aan. Maar we geven eigenlijk te weinig eten om al die vissen tegelijkertijd hun honger te kunnen stillen. En dat is nou net de grap. Dus er ontstaat een enorme concurrentie onder water. Dus de voedselnijd zal gigantisch zijn. Dus de kans dat ze ons haakaas pakken wordt een stuk groter.
De lijnen op de hengels zijn op de juiste afstand voorzien van een markering en de pijldobber kan nu binnengedraaid worden. Die heeft inmiddels zijn diensten wel bewezen. Ondertussen is er ruim een uur verstreken en wordt het tijd om de hengels te beazen en daadwerkelijk aan vissen te gaan denken. André gebruikt een markant punt aan de overkant, in dit geval de grote boom als richtpunt. De klip waarachter de gemarkeerde lijn is vastgezet voor de worp, zorgt ervoor dat het aas exact op de voerplek belandt. Terwijl André nog bezig is om de tweede hengel klaar te maken, is het al raak op de eerste. Formule 1 karoppers. Ja, de eerste hengel ligt, ik denk, 2 minuten in. We zijn nog bezig om de tweede op te tuigen en deze die vertrekt al. Eigenlijk is dit hetgene waar we natuurlijk op hopen, hè. Het kan hard gaan, maar zo snel, ja, ik had het wel beter verwacht natuurlijk, maar zo snel eigenlijk nog niet. Maar zijn teken dat de stek die we in het begin hebben opgebouwd, dat die al begint te werken. Dus het kan me nog iets worden vandaag. Mag het hopen. Perfect gehaakt. De eerste. Ik hoop dat er nog veel volgen. André weet dat als er 1 schaap over de dam is, er waarschijnlijk wel meer zullen volgen en beaast daarom snel zijn hengels weer. Zou dan eindelijk even tijd zijn voor een bakje koffie en wat lekkers? Nee dus. De volgende karper heeft zich alweer aangediend, die André zo snel mogelijk van de voerplek probeert te leiden in de hoop dat eventuele andere karpers blijven doorazen.
Na enkele minuten glijdt de tweede karper het net in. Het is duidelijk dat de zorgvuldig opgebouwde voerplek zijn vruchten begint af te werpen. Weliswaar nog niet van het formaat waarop gehoopt, maar het begin is op zijn zachtst gezegd hoopgevend. Het zijn op zich geen grote vissen, nee, maar het zijn... die grote die komen nog wel, die zitten er. Maar het zijn wel schitterende spiegeltjes. En dat is iets wat we... Waarschijnlijk is de karpenstudiegroep hier fanatiek bezig geweest met een of ander spiegelkarpenproject. Want dit is echt mooi spul. Mijn vriend heeft zo veel van. Ja, dat zou kunnen. Hij had hier gewoon een geheime kweekvijver of zoiets. Een geheim depot. Ja. Inmiddels komt de regen met bakken naar beneden. Maar tijd om de regenkleding fatsoenlijk aan te trekken is er nauwelijks, want karper nummer 3 dient zich aan. Even op de vaart. Gelukkig stopt de regen net zo abrupt als hij begon en kan André zich concentreren op de drill. Deze karper vecht heel wat feller dan de vorige twee. En André is dan ook niet verbaasd dat het een weliswaar kleine schubkarper is. Dit soort water wordt heel vaak met hele grote haken gevist. En heel zwaar materiaal. En dan krijg je dit soort tafereelen te zien. Het is gewoon spijtig. In principe kleine haakjes. Gewoon klein haakje. Als kan zelfs nog zonder weerhaak. En het aantal beschadigingen zou een heel stuk minder zijn. Terwijl er aan de overkant weinig leven in de brouwerij te bespeuren is, voert André nog een aantal spots bij om de karpers gretig aan het azen te houden. Het is wel duidelijk dat zich al veel karper op de stek verzameld heeft. En de monden moeten gevuld worden, zei het spaarzaam. De bedoeling is immers om een situatie van voedselnijd te bereiken. De montage die ik hier gebruik is enorm simpel. Het bestaat uit een inline load, tube, een vrij lange onderlijn, hair rechtstreeks doorgeknoopt en een klein maatje 8. De reden dat ik met een inline load vis is puur simpel. De vis haakt zich enorm goed erop en bij lijnbreuk kan de vis makkelijk het lood kwijtraken. Een ander punt wat opvalt is dat ik een vrij lange onderlijn gebruik. Normaal gesproken voor een visserij met particles zou je eerder denken aan een korte onderlijn, omdat de vis niet ver hoeft te zwemmen om voerdeeltjes te vinden. Is er echter sprake van veel voedselbijt, dan pakt de vis het aas heel erg agressief en dan kan de langere onderlijn net even iets beter werken.
Het tweede aspect is dat als er veel voedselnet is en er is veel concurrentie onder water, dat de vis echt niet elke rek gaat inspecteren. Dus hij pakt het aas gewoon heel makkelijk, heel snel. Wat ik wel gebruik bij deze visserij is een PVA-zakje. PVA is in principe wateroplosbaar materiaal. Dus in dit geval is het een netkous die heel makkelijk te knopen is. Deze maak ik in principe thuis. Puur door het feit dat ik in alle rust die zakjes kan maken. En het tweede voordeel is dat de olie zeg maar, die nog in de pellet zit in de PVA trekt. Wat ook wat te zien is aan de kleur. En daardoor wordt de PVA net iets sterker en duurt het iets langer om op te lossen. Het grote voordeel van zo'n netkousje is, zoals ik net al zei, ze zijn enorm sterk. Plus het geeft de mogelijkheid om ze heel eenvoudig te bevestigen. Haken erin prikken, kwartslag draaien, nog een keer terug prikken. En dit is feitelijk alles. Wat we nu krijgen op de bodem is een heel compact voerhoopje met een paar attractieve pellets en een body erbij. Perfect. En dat het systeem en manier van voeren werkt, wordt nog maar eens overduidelijk bewezen. De kleinere karpers hebben zich schijnbaar gretig op het voer geworpen. En André heeft het er maar druk mee. Dat André constant in de weer is met voeren en de ene naar de andere karper drilt, is niet onopgemerkt gebleven. De nieuwsgierige passanten en karpervissers komen deze vreemde, maar blijkbaar succesvolle manier van het dichterbij bekijken. Inmiddels heeft Jean-François naast André ook niet stilgezeten en drilt zeer behoedzaam een karper aan de vaste hengel. Meermalen trekt de karper het zware wedstrijdelastiek vele meters uit de top. Maar beetje bij beetje komt de karper toch naar de kant. Uiteindelijk wordt hem de lichte maar constante weerstand van het elastiek te veel en kan de karper geland worden. Op deze manier worden zelfs soms karpers van meer dan 20 pond geland. En dat op een lijntje van 1600ste. Veel tijd om na te genieten van zijn vangst heeft Jean-François niet. Want André heeft duidelijk assistentie nodig. En dat zal niet de laatste keer zijn vandaag. Zien eten doet eten en de voerplek trekt meer en meer karper aan. Door het constant te voeren azen de karpers gretig door, hoewel er zo nu en dan één verschrikt wegvlucht na te zijn gehaakt.
Geduldig afwachten op een aanbeet, zoals zo vaak bij het karpervis het geval is, is er nu niet bij. En de aanbeten volgen elkaar snel op. Twee fraaie spiegels belanden uiteindelijk veilig op de dikke onthaakmat. Een must voor elke zichzelf respecterende karpervisser. We willen toch allemaal dat deze prachtige vissen kunnen uitgroeien tot ware kanjes, nietwaar? André houdt de voerplek goed bij en zo langzamerhand zijn al heel wat kilootjes hennep, pellets, mais en boilies er doorheen gejaagd. Het constant voeren op grote afstand vraagt wel om specialistisch materiaal. Het materiaal wat ik voor het spotten gebruik is feitelijk heel erg simpel. Uiteraard een spot, oftewel een baitrocket. Heel simpel, een koker. Vrij groot, dus daar kan een 150 tot 200 gram voer in. Voorzien van een felrode kop waar het drijfvermogen in zit. Stevige draad en een stevige wartel. Het punt is, op het moment dat de spot in het water komt, gevuld met aas, wil hij zich kantelen, want het aas wil eruit. Het drijfvermogen helpt ook nog in mee. Dus op het eind van de rit komt het zo in het water te liggen. En op het moment dat we dit zien, kan ik hem terugdraaien. Wat wel heel erg voornaam is bij het spotten, is een stevige hengel. Daarvoor zijn gewoon hengels op de markt. Verschillende firma's brengen de hengels uit. Het zijn hengels van 12 voet, dus 3,60 meter. Vaak met een testcurve van 5,5 pond. Als je normaal nagaat dat de hengels waarmee gevist wordt in de regel 2,5, 2,75 is, dan kun je maar nagaan wat de kracht is wat zo'n hengel kan produceren. Wat tevens voornaam is, is het gebruik maken van een stevige voorslag. Je kunt wel nagaan op het moment dat die worp ingezet wordt, dat er enorm veel kracht op komt te staan. Op de molen zelf is geen dikke lijn nodig. Ik heb zelf 28 honderdste erop zitten. Wat wel weer voornaam is, is een grote werpmolen. Puur door het feit, een grote werpmolen haalt heel snel binnen. Dus hoe hoger de inhaalsnelheid van de molen is, des te beter het is. Nadat de spot op het water is geland, is goed te zien hoeveel vis zich inmiddels op de voerplek heeft verzameld. Nog voor het voer de kans heeft om naar de bodem te zakken, komen de karpers het rug aan rug al in de oppervlakte ophalen. Een fascinerend gezicht, wat nog eens duidelijk het positieve effect van regelmatig voeren onderstreept. Gretig wordt zowel op de bodem als in de oppervlakte naar het voer gezocht. Bang om maar iets te missen of dat een andere karper sneller is. Met zoveel karper op de stek is het ook niet verwonderlijk dat er van even rustig zitten weinig terechtkomt.
Keer op keer vergist een karper zich. En de ene na de andere run volgt. Het kan niet op deze dag. En meerdere keren staat André met twee kromme hengels in zijn hand. Ik nog wel een keer. Oh ja, zie je. Ja, het loopt eigenlijk meer dan voorspoedig. Het loopt hard, het gaat hard. Het is moeilijk om twee hengels in het water te houden. Maar ja, daar zijn we voor hier. Hè. Aan de overkant en naast André wordt er zo nu en dan ook een karper gevangen. Maar de vangsten staan in geen verhouding tot die van André. Een kwestie van goed voeren en misschien ook wel het gebruik van het PVA-zakje. Ik maak mijn PVA-zakjes altijd thuis. Gewoon een leuk avondje, ja, klussen, hobbyen. En het is gewoon bijzonder makkelijk aan het water, want je hebt gewoon alles klaar bij je. Het maken van de zakjes is bijzonder simpel. Ik maak daarvoor gebruik van funnelweb. Funnelweb is in principe niets meer en minder dan netkous PVA. Oh, het gaat natuurlijk weer helemaal fout hier. Van netkous PVA. Het voordeel daarvan is dat het gewoon heel erg sterk is en zichzelf makkelijk verwerkt. Ik gebruik ook een doseerschepje voor het maken van kleine zakjes. In principe kunnen natuurlijk die zakjes zo groot of zo klein mogen gemaakt worden als je zelf wil. Ik vind kleine zakjes makkelijk omdat het gewoon verder gooit en uit zo'n stuk PVA kun je heel veel zakjes maken. In dit geval pellets. Natuurlijk kan er ook iets anders voor gebruikt worden, zolang het maar droog is. Dat is natuurlijk wel heel erg voornaam. We gooien de gebruikte benodigde hoeveelheid in de buis. Komt onder in de PVA. Neem het zakje beet. Draai een paar keer dat het goed strak zit. En we leggen er gewoon een simpele overhandse knoop in. In principe is het zakje klaar en kunnen we het hier afknippen. Maar op het moment dat we nu nog een knoop leggen, hebben we gelijk al de onderste knoop voor het volgende zakje. Die kunnen we lekker kort tegen elkaar leggen. En klaar voor gebruik. Of er mogelijkheden zijn om die beroepsvisserij op kustvis te laten vissen. Ja. Als het PVA-zakje oplost, ligt het haakaas attractief omgeven door voer. Geen karper die dit kan weerstaan. Moeten we er wel op letten dat we de zakjes droog bewaren. Dus feitelijk hebben we er twee voordelen mee. Het ene voordeel is dat we de zakjes al gemaakt hebben thuis, dus aan het water aankomen en een hoeveelheid zakjes bij ons hebben. En het tweede voordeel is, op het moment dat het regenachtig weer is of je hebt vochtige handen, dan is het niet het makkelijkste om dit soort zakjes te maken. Kortom, thuis maken, droog bewaren en je heeft er een hele dag plezier van. De dag vordert gestaag en de karpers zijn inmiddels ook weer op Jean-François zijn voerplek neergestreken, onder de kant. En testen zijn materiaal tot het uiterste. Betere vis? Ja, deze voelt beter aan. Maar ja, we zullen pas weten als je op de kant is. Maar hij voelt beter aan, ja. Ik zou gewoon rustig doen. Bij André is het na alle hectiek iets rustiger geworden. Misschien dat zich nu een wat betere vis laat zien. In ieder geval voelt deze wat zwaarder aan. En gespannen wacht André af. Thank you.
Op het complex zwemmen karpers tot over de 30 pond. Maar het merendeel bestaat toch uit vissen tussen de 10 en 20 pond. Met zo nu en dan een uitschieter die over de 25 pond gaat. Er zwemmen zelfs meervallen rond. Dat doet hij zeker. Nou, dat is het. Voor de 18 pond, denk ik. Nou, hij is spiegelglad. Wel vaker gevangen deze, of niet? Ja, dat kunnen we zien. Kunnen we zien aan de bek. Oh, ik ben net onderuit. Hè. Dat is een mooie vis. Ik ga hem maar terugzetten. De onthaakmat bewijst ook goede diensten om een vis zonder risico's terug te zetten. Dit was duidelijk een iets grotere vis, maar wellicht kwam het door het feit dat deze hengel, ik denk een meter of 15, 20 over de voerstek lag. En misschien dat de grotere vis op de rand van de voerstek hangen en de kleinere echt op de voerstek. Even later drilt André weer een karper die zich fel verzet. Het lijkt wederom een betere vis, al vecht deze heel anders dan de laatste spiegel. Na 5 minuten kan een mooie schub op de onthaakmat bewonderd worden. Deze puntgave schubkarper van een pond of 18 vormt een mooie afsluiting van een uiterst productieve dag. Al met al heeft André meer dan 20 karpers weten te landen en nog de nodige verspeeld. En daarmee is overduidelijk aangetoond hoe effectief deze manier van vissen en voeren kan zijn. Zeker op druk beviste wateren. Op band 29 van Visvisie de volgende reportages. Polderkanaalkarper met André Akkermans. Van recreatie tot wedstrijdvisser met Ad Toten. Veel kijkplezier. Nederland is een waterrijk land en een karperland bij uitstek met zijn vele plassen, polders, rivieren en kanalen. In deze reportage volgen we André Akkermans, werkzaam bij de Franse voer- en aasgigant Sensas, tijdens een zomerse karpersessie aan een typisch Nederlands polderkanaal, vissend met boilies en zelfhaaksystemen. Een moderne en tegenwoordig zeer populaire manier van karpervissen, waardoor het vangen van een karper binnen ieders bereik is komen te liggen en mede daardoor voor een stormachtige ontwikkeling van de karpervisserij heeft gezorgd. Het vissen met boilies heeft als grootste voordeel dat je zeer selectief op karper kunt vissen, omdat deze harde knikkers witvis ongevoelig zijn, waardoor het aanleggen van een voerplek meestal beslist geen verspilde moeite is. Het enkele dagen van tevoren voeren met dezelfde boilies
waarmee je wilt gaan vissen, verhoogt de kans op succes aanmerkelijk. Omdat de karpers jouw boilies als voedsel gaan herkennen. En hopelijk de voerstek vaker gaan bezoeken. Op zoek naar meer lekkers. Momenteel zit ik aan een kanaal in de Flevopolder. Een typisch polderkanaal. Recht, monotoon, eigenlijk weinig onderbrekingen. De stek waar we momenteel zitten is heel typisch. Het is een driesprong. De ene vormt gewoon een doorgang van het kanaal zelf, de andere vormt een afwatering. Strategisch gezien is het heel interessant om hier te vissen, omdat we bij een driesprong twee hoeken hebben. Dus we kunnen daar heel makkelijk de vis onderscheppen. Het enige probleem wat we kunnen gaan krijgen is de waterplanten, wier met name. We zijn nu in begin augustus, de watertemperaturen zijn hoog en het wier groeit ontzettend hard. Maar ja, we zullen zien dat we daar toch iets op kunnen vinden, dat we toch op een goede manier onze vissen kunnen vangen. De meest geavanceerde materialen worden bij deze moderne visserij gebruikt. Zoals elektronische beetmelders, die het mogelijk maken om ook 's nachts door te vissen. In combinatie met zogenaamde swingers, waarbij de weerstand te regelen is door een traploos verstelbaar gewicht. De hengelsteunen worden zorgvuldig en stevig in de grond geplaatst, in afwachting van de dingen die hopelijk staan te gebeuren. Ik ben benieuwd. Inderdaad, het weer is goed. Het is licht bewolkt. Er staat een leuke wind overheen. Ik ben er niet bang voor. We hebben twee dagen gevoerd, dus normaal gesproken zou ik wel verwachten dat er vis op de stek ligt. Of zeker dat er vis zal passeren die we misschien kunnen onderscheppen. Het enige wat nog problemen op zou kunnen leveren is de wiergroei. Maar goed, we zullen zien. We zullen eerst maar eens gaan vissen. Voordat er daadwerkelijk kan worden gevist, kijkt André eerst of de aangevoerde stekken nog redelijk wiervrij zijn. Mooi, harde bodem. De stek is nog mooi wiervrij, dus dat moet lukken daar. De bodem op de linkerstek is behoorlijk schoon, maar op de rechterstek liggen toch nog hier en daar wat plekken wier. Ja, zo kan het er op de stek ook uitzien. Minder schoon, wier dus. Maar goed, een meter naar rechts en we liggen op schoon stuk. Dus helemaal goed. Omdat hij al enkele dagen van tevoren 's avonds heeft gevoerd, verwacht André eigenlijk al vroeg in de avond een aanbeet. En beaast daarom snel zijn beide hengels met een 15 mm vismeel boilie. Het bevestigen van de boilie op de her gaat heel eenvoudig met een speciale boilie naald of fleurnaald. Een boilie stoppertje in het lusje van de her houdt de boilie op zijn plaats. Een heel simpele maar effectieve montage. Omdat André uit ervaring weet dat karpers echte kantazers zijn, plaatst hij zijn montages zeer secuur vlak voor de kant van de overliggende hoeken van de driesprong, waar nauwelijks 1,5 meter water staat. De harde tik op de top, bij het neerkomen van het lood op de bodem, duidt op een schone bodem. En tevreden wordt de hengel op de steunen geplaatst en de lijn voorzichtig strak gedraaid, ervoor zorgend dat het lood niet wordt verschoven. Een 20-tal boilies wordt bij elke hengel bijgevoerd.
De langzaam wegzakkende zon zorgt voor een prachtig zomeravonddecor. Terwijl André zich afvraagt hoe lang de eerste aanbeet op zich zal laten wachten. Nou, niet lang. Slanke polderkarper glijdt het net in en wordt voorzichtig naar de gereed liggende onthaakmat gedragen. Kijk, die vis is dus perfect gehaakt, hè? In zijn onderlip, precies achter het harde gedeelte. Binnen erin en langs de onderkant eruit. Dus allemaal maar snel. Onthaken. Een mooi begin. Ja, inderdaad. Nou, wie weet, misschien volgen er nog wel meer. We hopen het. Wie zal het zeggen? Maar het is inderdaad een mooi begin. Klasse. We zullen maar weer terugzitten, denk ik. Hop. Is dat een boerenkarpen? Nee, ik denk het niet. Ik denk het gewoon een semi-wildernis of gewoon een eentje die doorgekweekt is, maar echt een boerenkarper, nee, dat geloof ik niet. We zetten hem terug. Het wordt nu hoog tijd om het bivak voor de komende nacht provisorisch in te richten. Het systeem wat ik hier gebruik is in principe heel simpel. Het bestaat uit een nylon onderlijn. En eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik de laatste tijd steeds meer met nylon vis. Daarnaast een inline lood, voorzien van een tube. Het mooie van de inline lood is dat het haast onmogelijk is om in de wacht te gooien. De lijn loopt dwars doorheen. De wachtel is er helemaal ingetrokken. Dat is perfect. Daarnaast is het plat, dus het blijft goed op de bodem liggen. En dit geeft een optimale weerstand op het moment dat de karper het aas opneemt. Daarnaast het allergrootste voordeel is eigenlijk dat bij een lijnbreuk de karper heel makkelijk het lood kwijt kan. Stel dat het lood vast zit, kan er eenvoudig de wachtel uitgetrokken worden. Zou de lijn afbreken, is de vis het lood kwijt. De bestanddelen zijn heel simpel. Tube, een klein konisch rubbertje en het lood zelf, wat heel eenvoudig in elkaar gezet kan worden. En waar daarna heel simpel de wachtel weer in kan. Komen we terug op de onderlijn. De onderlijn, zei ik al, is van nylon. Nylon is natuurlijk stugger dan alle andere gevlochten onderlijnen waar we normaal gesproken gebruik van maken. Dus we moeten eigenlijk wel zorgen dat er een kleine bewegingsmarge ingebouwd wordt. Dat doen we door middel van een klein lusje wat we hier maken. Wat er wel bij gezegd moet worden is dat we voor dat lusje een speciale knoop gebruiken, namelijk een 8-knoop. Ik zal voordoen hoe die 8-knoop in zijn werk gaat en dan gelijk een wachtel monteren. In dit geval een donker stuk nylon, dat het beter is, dit beter afsteekt. Dat is maar makkelijker om te zien. Ruime uiteinden houden, dat is makkelijker. De lus vast, beet nemen. We draaien deze om
het nylon heen, nemen hem hier over en steken de wortel plus het uiteinde van de lus door de rest van de knoop. Wat we nu zien, en daar dankt de knoop ook zijn naam aan, is een 8. En deze kan aangetrokken worden. En we hebben een keurige lus die recht staat. En dit geeft aan de nylon onderlijn voldoende bewegingsruimte om toch zo natuurlijk mogelijk te kunnen functioneren of reageren in het water. Perfect. Mijn hers bevestig ik bij voorkeur aan de waterkant aan de haak, omdat ik dan de lengte van de her aan kan passen aan het aas wat ik gebruik. Het materiaal wat ik gebruik om een her mee te maken is in dit geval dentelfloss. De body die we inmiddels al op een her gezet hebben, bevestigen we op de volgende manier aan de haak. Het draad wordt door het oog van de haak gestoken. Op deze manier kunnen we tevens de lengte bepalen. Dat is mooi. We nemen hem hier over. We draaien hem om de haaksteel. En steken het uiteinde nog eenmaal terug. Hier overheen wordt al een stukje siliconen geschoven wat reeds al op de onderlijn bevestigd was. Het resterende stukje body. Het resterende stukje her. Kan eenvoudig weggeknipt worden. En we hebben een simpele en doeltreffende bodymontage. De bodies waar ik het liefste mee vis, zeker hier op de kanalen, zijn vismeelbodies of bodies op basis van vismeel. De bodies die ik hier gebruik zijn dus inderdaad op basis van vismeel samen met Robin Red. Robin Red is een heel kruidig vogelvoer, met name paprika's en rode peper. Dus zodoende heeft deze body een donkerrode kleur gekregen. Waarom ik graag vismeelbodies gebruik, zeker in deze periode van het jaar, is dat ze rijk zijn aan olie. En met name met warm water komen die het beste tot hun recht. Dus die body heeft, zonder dat we eigenlijk al flavors toedienen, van zichzelf al een bijzondere hoge aantrekkingskracht op de karper. En hoe natuurlijk mogelijk het is, hoe des te beter het is. In dit geval zouden we ook gebruik kunnen maken van kant-en-klare bodies. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Maar ja, misschien ik nog een visser ben van de oude stempel. Het zelf body maken maakt onderdeel uit van het vissen. Plus, in een zelfgemaakte body zit het één ingrediënt wat in geen enkele kant-en-klare zit. En dat is toch een dosis vertrouwen. En dat draait het uiteindelijk om bij het vissen. Bij de ondergaande zon krijgt André een opzwemmer, weer op de rechter hengel. Die blijft maar even aan de haak hangen. Dood? Ja, dat is los. Kan gebeuren. Jammer. Wel karper, hè? Ja, absoluut. Waarschijnlijk heeft de haak gewoon niet goed kunnen haken omdat er nog een dot hier bij gezeten heeft. En ja, daar zijn we in het begin al. Dat is een risico. Maar goed, het is bijten nog. Ze doen het, absoluut. Het blijft warm en het is heerlijk buiten toeven. Zeker als de derde karper zich aanmeldt. Alweer van de rechterstek. Dit keer heeft de haak zich schijnbaar goed in de karperbek gezet en alles gaat prima.
keurig gehakt. Je ziet de haak hier nog doorgaan. Perfect. Pop-up? Ja, in dit geval op een pop-up. In verband met wieren is het af en toe wel eens raadzaam om een pop-up te gebruiken. Omdat hij dan zeg maar op het zachte wier blijft staan. Dus een goed gebalanceerde pop-up blijft op het wier. Terwijl daarentegen een normale body tussen het wier zou liggen. Nou, deze heeft toevallig nog geen 10 minuten ingelegen, dus het werkt wel. Klein karpertje. Maar goed, elke vis is welkom. Mag je weer terug. Tijd om de hengel opnieuw te beazen en in te gooien krijgt André niet. Want ook de andere optonic komt tot leven. Gelijk een dot hier. Hang nog. Hoop ik. Ik weet het niet. Jawel. En goed. Beter vis. Met een hele vracht wier. Een hele vracht hier. Een hele vracht hier. Ebbes. Beter. Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is een mooie vis dit. Oh ja. Zo. Heel mooi. Twee hengels op de kant. Spitsuur. Dat is een mooie vis. Gebochelde. Ja. Dat is een mooie. Klasse, hij mag ook weer terug. Dat lekker zo, hè? Dat dacht ik. Nou, dat wordt nog hard werken vannacht. Klasse. Dat springt vol op vis. Ja, iets wat jammer is, we hebben gewoon 2 of 3 vissen gelost, maar dat komt eigenlijk mede door het wier. Daarom zijn we nu met 1 hengel met een pop-up aan het vissen om te zien hoe dat gaat. Want het probleem is vaak met een, we vissen met de bodem met een nylon onderlijn. Dus ja, af en toe zit er toch wel wier in de haakbocht. En een klein beetje de indruk dat we daar af en toe vissen op lossen. Maar met de pop-up, ja, daarnet hebben we ook 10 minuten lag, nog geen 10 minuten in het water, waren alle vissen. Die was perfect gehaakt. Dus we zullen zien op het moment dat het goed gaat switchen naar alle 2 hengels pop-up. Maar voor zoals het nu gaat, gaat het perfect. Ik hoop dat ze wel de nacht doorgaat. Ja, want de nacht moet eigenlijk nog beginnen. De nacht moet eigenlijk nog beginnen, ja. Ja, dus het gaat voor het moment echt klasse. Perfect. Regelmatig bodies bijschieten om de vis actief te houden. Het gaat perfect. En het gaat de hele nacht door. Karper na karper vindt zijn weg naar de onthaakmat. Tijd om de vermoeide ogen even dicht te doen is er nauwelijks. De aanbeten blijven regelmatig komen. En André is constant in de weer met drillen, onthaken, beazen, inwerpen en bijvoeren. Niet alle karpers zijn even groot. Maar er zitten enkele fraaie exemplaren tussen.
In het eerste morgenlicht is er eindelijk even tijd om wat bij te komen. Maar niet voor lang. Een sterke karper is gehaakt die van links naar rechts zwemt en onder de hengeltop niet zomaar opgeeft. Ja, een behoorlijk roerig nachtje. Dit is inmiddels nummer 15 van deze nacht. Dus het is inderdaad een behoorlijk slapeloos roerig nachtje geweest. Ik zal eerst even hem terugzetten. Ja, het was inderdaad een goede nacht. We hebben 15 vissen gevangen. Nog een 3 of 4 gelost. De beten kwamen met grote regelmaat. Wat wel opviel was dat de beten voornamelijk van links kwamen. Een aantal beten zijn van rechts gekomen. En eigenlijk na elke beten hebben we constant bijgevoerd. 10-20 bodies eigenlijk op vrij verspreid om op die manier de vis toch aan het azen te houden. En het resultaat is er. Het is heel geslaagd geweest. En wie weet volgt er nog eentje. En maakt het nog uit, pop-up of op de bodem? Nee. We hadden gisteravond, dachten we dat er op een gegeven moment vissen gelost werden door het wier. Nou, dat is ook wel gebeurd, daar niet van. En dan gingen we met één hengel met pop-up vissen, de rechterhengel. Later bleek dan toch dat er meer beten op links kwamen. Dus op de rechterhengel ook vergelijken nylon onderlijn met een body op de bodem. En de beten kwamen weer net zo snel. Dus eigenlijk een klein beetje afhankelijk van de plaats waar het aas gelegen heeft. Maar het echt verschil tussen pop-up en bodemaas was niet te merken. Als André nog niet verwacht is naar deze karper, dan zorgt het laagvliegende sproeivliegtuig daar wel voor. Het wordt hoog tijd voor een lekker sterk bakje koffie. Maar zelfs die tijd wordt André niet gegund. Hoewel de linkerstek 's nachts het meest productief is geweest, lijken die rollen nu omgedraaid. Compleet verblind door de dot wier die erbij zit. Nou, net als de karper heeft zich begraven in een wierbed, maar wordt door André langzaam maar zeker vakkundig naar de wal geloodst. Op. Ja, hoor. De karper is door het wier niet echt uitgedrild. En het is maar goed dat deze op een zachte onthaakmat ligt.
hem lekker gaan. Snel wordt de vis weer teruggezet. Jammer. Nu eerst maar van de koffie. De hengel kan nog wel even wachten. Zeer nauwkeurig gooit André de hengel weer op nauwelijks een meter uit de kant. Een kunst apart, zeker in het donker. Maar daar heeft André een simpele, maar heel doeltreffende oplossing voor gevonden. Hoe krijg je dat nou voor elkaar om elke keer zo kort bij het kantje precies te kunnen gooien? Dat is heel eenvoudig. Ik heb een, als ik hem nog kan vinden, een marker op mijn lijn geknoopt. Hier is hij. Heel eenvoudig. Dit is precies de afstand die ik moet gooien. Dus net voordat ik ingooi, zorg ik dat mijn lijn achter de klip van de molen geklipt is. Ik gooi in, dus mijn lood landt precies op de aangewezen plaats. Als ik ingegooid heb, haal ik hem van de klip af. En dan kan we gooien op de molen. Geen enkel punt. Dus als we een run hebben gehad, gooien we gewoon de hengel eventjes naar een plaats toe, ja, waar we geen last hebben. We draaien hem even terug. Tot we de marker tussen de vingers voelen, achter de klip en gooien weer opnieuw in. Heel eenvoudig dus. Ideaal. Zeker op plaatsen waar heel secuur of heel kort tegen de kant gegooid moet worden. Dit is dus het probleem op het moment dat je dus vol in het wier gooit. Dan krijg je dus dit soort taferelen te zien. We kunnen lang wachten op een aanbeet. Maar goed. Gelukkig. Kwamen we hier snel achter. Je voelt het bij het ingooien. Op het moment dat het lood een harde tok maakt, ligt hij op een schone bodem. Op het moment dat het lood echt zacht terechtkomt, dan ligt hij 9 van de 10 keer in het wier. En dan is binnendraaien de enige remedie, want dan wordt er geen vis gevangen. Nauwelijks ligt de rechterhengel weer secuur op zijn plaats of de volgende vis dient zich alweer aan. Het blijft werken geblazen voor André. Een wilde vis die plotseling met een grote boeggolf naar de kant zendt. André kan het maar nauwelijks bijdraaien. De druk van André's uitgebalanceerd materiaal is uiteindelijk ook te veel voor deze krachtpatser. Alweer een fraaie, slanke polderkarper die perfect in de onderlip is gehaakt. Kijk, in dit geval is een ontrakingsmat echt onmisbaar. Hop.
Laat in de ochtend haakt André nog een fraaie karper. Een perfect einde van een roerige, maar zeer geslaagde sessie. Nog een mooie? Ja, en een mooie afsluiting van een wel bijzonder hectische nacht. Ik denk dat we, als ik het goed heb, hebben we afgelopen nacht een kleine 20 runs gehad. Waarvan we er een 17 geland hebben. En dit is de laatste. Hij mag terug. Geweldig.